Ik gaf meteen wel gas vanaf de start. En toen kwam Annemarie weer terug. En toen moest ik inderdaad eventjes weer herstellen. En gelukkig zat er nog genoeg in de been om daarna nog een versnelling te plaatsen. En toen kon ik wel het verschil maken. Je ziet zelf natuurlijk niet zo goed hoe groot het verschil is. Maar het werd wel geroepen. Maar die laatste ronde zag ik pas echt, toen durfde ik pas achterom te kijken. En toen zag ik dat het verschil wel inderdaad groot genoeg was. Uiteindelijk moet je wel eerst die streep over. Dus je weet nooit wat er nog kan gebeuren in de tussentijd. Dus ik heb wel genoten, maar toch ook wel proberen door te fietsen. En uiteindelijk de overwinning kunnen pakken.